28 november organiseerde Martini Sport & Business de laatste netwerkborrel van 2011. In een bomvolle ABN AMRO Business Corner in Euroborg werd er zoals altijd gezellig gegeten en vooral geborreld. We hebben heel wat sponsoren gevonden die wat prijzen ter beschikking hebben gesteld. Hele leuke prijzen, mensen. Twee kaarten voor morgenavond. Raymond, draai maar eens even naar de balletjes, jongens. Kom maar, Raymond. Nummer is, de winnaar is... Nummer 8. Van harte gefeliciteerd, Wilt. Ik ben hier al een paar keer eerder geweest, samen met mijn collega. En eigenlijk vanaf dag 1 zijn we erbij. Alleen, ik zeg het tegen Raymond, het is haast te druk. En veel drukker moet niet worden, maar wel erg geslaagde avond. Speciale gast was oud-voetballer Jurie Mulder, die voor deze netwerkenavond een voetbalquiz had samengesteld. Hoeveel interlands heeft Erwin Koeman in zijn loopbaan gespeeld? Was dat A, 42 of B, 34? Spreek jij een beetje Gronings? Nee, ik spreek geen Gronings. Nee. Nee, het was wel... Ik ging dan vroeger natuurlijk naar familie. Hè, want mijn hele familie woonde in Groningen. En dan was ik bij mijn neefjes op bezoek. En dan gingen we in de zomer naar de Weddenbergen. Hè, dan gingen we zwemmen daar. Maar ik verstond ze niet. Het was echt dan de hele zomer. Aan het eind van de zomer kon ik een beetje Gronings. En zij gingen steeds platter en platter spreken. Want zij dachten natuurlijk dat mannetje uit het westen, die gaan we zijn lesje leren. Veel vragen over FC Groningen. Wist je zelf ook al een aantal gewoon uit je hoofd, zeg maar, of moest je ze echt even opzoeken? Nou, ik was natuurlijk wel een, de glorietijd van FC Groningen. Dat was, of glorietijd, maar waar geweldige wedstrijden hebben gespeeld. Als jongen, hè, Ajax, Groningen 5-5. Maar inderdaad ook Inter Milaan, die wedstrijden. Dat heb ik, ja, als voetballiefhebber. Ja, dat heb ik altijd bekeken. En Fandi, weet je wel, dat waren echt toch... Parel uit Maleisië. Nou, maar dat was wel wat in Nederland. En FC Groningen, die geweldig voetbal speelde toen. Leuke avond. Leuke avond, ja. De volgende netwerkavond is op 27 februari 2012. En ook dan wordt het weer een bijzondere avond.